Hi allemaal, ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben personal trainer en ik ga je vandaag 10 tips geven over vetverbranding. Om het je allemaal goed uit te kunnen leggen zal deze video wat langer duren, dus ik zou zeggen pak een kopje thee, pak een kopje koffie of wat anders drinken en neem lekker de tijd en kijk deze video. Goed, we gaan gewoon direct van start met tip nummer 1 en dat is train intensief. Vroeger dachten ze dat je vooral op een laag tempo of lage intensiteit moest trainen en dan voor hele lange tijd om zoveel mogelijk vet te verbranden. Inmiddels zijn ze erachter dat juist ook die korte, hele intensieve beweegmomenten ontzettend veel doen voor de vetverbranding, omdat de naverbranding ook zo hoog is. Dus een van de bekendste vormen is HIIT, dus High Intensity Interval Training. Ik heb daar ook een aantal video's van en dan kun je in korte tijd heel effectief vet verbranden. Natuurlijk is het ook gewoon belangrijk om in het algemeen meer te bewegen. Dus pak vaker de fiets, wandel vaker, ga lopend, boodschappen doen, dat soort dingen. Dus kom in beweging en beweeg ook lekker intensief. Tip nummer 2 is om ook spieren op te bouwen. En dat klinkt misschien heel gek, want je wilt voornamelijk de focus leggen op vetverbranding. Heel veel mensen doen daarom alleen maar cardio training. Dus die gaan heel veel fietsen, heel veel lopen, heel veel roeien, want daar verbrand je nu eenmaal vet mee. Het klopt dat je inderdaad tijdens het doen van krachttraining minder vet verbrandt. Maar als jouw lichaam uiteindelijk meer uit spieren bestaat, verbrand je in rust meer vet. En dan hoef je dus eigenlijk helemaal niks te doen. Dat komt doordat spieren gewoon constant in werking zijn en vet is dat niet. Dus ook al zit je stil, verbrand je meer vet. En dat is alleen maar mooi meegenomen. Dus mijn tip is, bouw ook spieren op. Dus ga aan krachttraining doen. Dan, ik heb gemerkt hoeveel je ook beweegt, hoeveel je ook aan training doet. Abs are made in the kitchen. Ze zeggen het vaak, maar het is ook echt zo. Dus voeding is eigenlijk nog veel belangrijker dan beweging. Voor mij werken die twee samen. Het een kan niet zonder het ander. Maar voeding kun je uiteindelijk meer mee bereiken dan met beweging. De volgende tips gaan dan ook over voeding. Het is natuurlijk heel obvious dat je moet proberen om snacks en snoepen en koekjes en dat soort dingen te vermijden. Frisdranken, bla bla bla. Maar dat snap je denk ik wel. Dus dat heb ik eigenlijk niet als tip verwerkt. Dus we gaan door met de eerste tip over voeding en dat is eet genoeg. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik merk dat vooral vrouwen geneigd zijn om weinig te eten als ze willen vet verbranden of als ze willen afvallen. En je krijgt er alleen maar trek van. Je wordt er chagrijniger van, je houdt het niet vol. Misschien voor een paar dagen, maar daarna zak je helemaal in. Dus eet gewoon voldoende. En vooral het ontbijt is heel belangrijk. Als jij goed ontbijt, zul je merken dat je de rest van de dag eigenlijk veel minder trek hebt. Dus dat is mijn tip. Eet voldoende en ontbijt goed. Dan tip nummer 4 is eet voldoende eiwit. En eiwit zit bijvoorbeeld in vlees, in vis, in melkproducten, in noten, in peulvruchten, in eieren natuurlijk. Dat soort dingen. Eiwitten zorgen namelijk voor een heel lang verzadigd gevoel. Dus je hebt niet constant weer trek, maar je hebt gewoon heel lang iets aan je maaltijd. Mij bevalt het bijvoorbeeld heel goed om te ontbijten met magere kwark, waar heel veel eiwitten in zitten. Of als ik brood eet, dan doe ik daar bijvoorbeeld iets van ei of huur. Kezen of ham of andere mager vleeswaren op, zodat ik ook wat eiwitten binnenkrijg. En daardoor zit je gewoon lekker lang vol. Tip nummer 5 is, als je dan koolhydraten eet, koolhydraten zitten bijvoorbeeld in pasta, rijst, graanproducten over het algemeen, in fruit, in snoep, in koekjes, dat soort dingen. Als je die eet, eet dan langzame koolhydraten. En die zitten in volkoren producten. Dus volkoren brood, volkoren crackers, aardappel, quinoa, dat soort dingen. Roggebrood bijvoorbeeld, havermout, brinta. Dat zijn goede langzame koolhydraatbronnen. Van snelle koolhydraten, als koekjes, snoepjes, maar ook bijvoorbeeld witbrood, witte pasta, heb je veel sneller weer trek. En daardoor zul je uiteindelijk meer eten en krijg je gewoon minder goed die vetverbranding op gang. Dus eet langzame koolhydraten. Dat helpt mij in ieder geval ontzettend om geen honger te hebben. Verder heb ik gemerkt dat het voor heel veel mensen heel erg helpt om niet automatisch een tussendoortje te nemen. Je hoort in heel veel bronnen dat het heel belangrijk is als je vet wil verbranden, dat je regelmatig eet. Dus om elke anderhalf, twee uur wat te eten. Ik merk dat het bij mijn cliënten vaak juist helpt om even een tijdje niet te eten. En ergens is dat ook heel logisch, want als jij constant voeding in je lichaam blijft stoppen, heeft je lichaam constant iets om te verbranden. Dus je lichaam
lichaam heeft geen enkele reden om je eigen vetweefsel te gaan verteren. Dus ik vind het heel goed om natuurlijk wel een ontbijt, een lunch en een warme maaltijd te nemen. Maar alleen een tussendoortje als je daar echt trek in hebt. En niet bijvoorbeeld omdat je collega's het doen of om die reden. Maar neem niet automatisch een tussendoortje. Als je merkt dat je wel gewoon lekkere trek krijgt bijvoorbeeld, neem dan even een stukje kauwgom. Dan kun je toch even op kauwen en je hebt minder zin in een ander tussendoortje. En je lichaam heeft een reden om eigen vetweefsel te gaan verteren. Dan tip nummer 7 is drink voldoende. En dat helpt ook weer om niet te veel te gaan eten. Als jij heel weinig drinkt, ik heb het al heel vaak gezegd in mijn video's, dan kunnen je hersenen dat verwarren met honger. Het is eigenlijk dorst, maar doordat de prikkel voor honger en dorst door dezelfde zenuw worden afgegeven, denken jouw hersenen dat je trek hebt. En je zal geneigd zijn om iets te gaan eten. Als je voldoende drinkt, en bij voorkeur thee of water, en heel af en toe kun je ook wel wat anders nemen, maar voornamelijk thee en water, dat stimuleert gewoon jouw verzadigingsgevoel en je hebt minder snel trek. Dus ook weer, het helpt je alleen maar bij het vet verbranden. Tip nummer 8, zul je misschien niet verwachten, maar goed slapen is ontzettend belangrijk voor de vetverbranding. Zorg dat je in ieder geval 8 uur slaap hebt per nacht, tenzij je weet dat je dat echt niet nodig hebt. Als jij gewoon standaard uitgerust wakker wordt na 7 uur, dan is dat ook prima. Maar slaap voldoende en slaap goed. Slaap doet namelijk heel veel met hormonen in je lichaam. Als jij niet goed slaapt, dan zullen je hormonen heel erg in de war zijn. En afvallen heeft ook alles te maken met hormonen. Dus je kunt gewoon minder goed afvallen. Verder helpt het ontzettend om niet te veel stress te hebben. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar ik merk dat heel veel mensen die veel stress hebben ook moeilijk afvallen. Sommige mensen vallen juist heel snel af als ze stress hebben. Maar eigenlijk de meeste mensen komen aan of vallen moeilijk af. Dus zorg ervoor dat jij rust in je leven creëert. Ook genoeg rust neemt als je heel veel sport. Dus sport niet iedere dag, maar las ook een keer een rustdag in. En slaap voldoende, want dat helpt je echt bij het afvallen. Dan tip nummer 9 gaat eigenlijk over alle speciale, makkelijke dingen die je zou kunnen doen om vet te verbranden. Ik heb al in dat artikel heel veel fabels uit de wereld gebracht. Zo bijvoorbeeld pillen die je kunt gebruiken, blauw water met citroen drinken, dat soort dingen. Eigenlijk heb ik 3 dingen gevonden die echt bewezen werken om af te vallen. En die je op een hele makkelijke manier kunt inzetten in het dagelijks leven. Tip nummer 1 is: zet de verwarming een standje lager. Nu het zomer wordt, is dat niet echt aan de orde. Maar in de winter zorg dat je het niet te warm hebt. Als jouw lichaamstemperatuur namelijk wat koeler is, dan moet je lichaam constant dat op gang brengen. Moet je lichaam op 37 graden houden. En dat kost energie. Dus wen jezelf aan om het niet altijd warm te hebben, maar laat je lichaam maar even werken. Op een andere manier kan je dat doen door in koud water te zwemmen. Bijvoorbeeld in de zomer, ga lekker een stukje in de zee zwemmen of in een zwembad wat niet te warm is. Want dat kost je lichaam ontzettend veel energie, omdat het zich constant warm moet houden. En dat stimuleert je vetverbranding heel erg. De tweede wat ik op een makkelijke manier kan, is pittig eten. En dat klinkt misschien gek, want je gaat natuurlijk niet iedere avond heel pittig zitten eten om af te vallen. Maar dat kan je metabolisme wat opkrikken. Dus doe een extra schepje sambal door je maaltijd of doe er wat chilipepers doorheen. En dat zal je vetverbranding ook stimuleren. Denk er wel aan dat je niet in één keer heel veel zult afvallen, want je moet dat heel vaak doen, wil het echt heel veel winst hebben. Maar goed, als je dan een makkelijk iets wil, dan is dat wel iets. Verder, ook een beetje controversieel, is om cafeïne te nemen voordat je gaat sporten. Bijvoorbeeld 2 kopjes koffie ongeveer een uur voordat je gaat sporten. Dat kan helpen om harder te kunnen sporten. Vroeger dachten ze dat cafeïne op zich al de vetverbranding stimuleerde. Maar inmiddels zijn ze erachter van nee, het ligt vooral in dat je dan een tandje harder kunt sporten. En dat dat je vetverbranding stimuleert. Dus eventueel cafeïne voor het sporten. Als je niet van koffie houdt, kun je ook de cafeïne tabletten kopen. Of bijvoorbeeld een Red Bull Light of een Monster Light nemen. Ja, het is niet het meest gezonde. Maar goed, jullie wilden mijn beste tip voor vetverbranding. Hier heb je ze. Dan
Tip nummer 10, misschien wel de belangrijkste en de laatste, is denk positief. Geloof dat jij het kunt en dan zal het ook echt lukken. En denk niet van nou, het zal toch al wel niet meer lukken, want hey, dan gaat het ook niet lukken. Probeer echt lekkere maaltijden voor jezelf te maken die gezond zijn. Kijk op mijn blog voor heel veel ideeën. En maak het leuk voor jezelf. Vergeet niet te genieten ook. Dus gun jezelf af en toe gewoon wat minder gezonds en wees daar oké mee. Zorg in ieder geval dat je zo positief mogelijk over jezelf denkt. En de dingen die minder goed gaat, zien die als leerpuntjes. Dat is ontzettend belangrijk. Goed, dat waren mijn 10 tips over vetverbranding. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik zal het artikel ook hier even onder linken, zodat je nog eens even kunt nalezen hoe of wat in een heel kort stukje. Geef een duimpje omhoog als je deze video nuttig vond. En ik zou het super leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Dan ondersteun je zeg maar een beetje wat ik doe en dat helpt mij enorm. Dus het zou ik heel erg waarderen. Je kunt me ook volgen op Instagram en op Facebook. Dat is beide Optima Vita. En dan bedank ik je nu heel erg voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende video. Doei doei!